wet wordt aangenomen in 1960, dan heeft een lidstaat de verplichting om binnen een bepaalde periode, ik geloof even uit mijn hoofd dat dat een jaar of twee is, moet dan de regering dat verdrag voorleggen met een advies, we gaan ratificeren of we gaan het niet doen, aan in Nederland het parlement. De regering zegt, we willen niet ratificeren, het parlement zegt akkoord, of de regering zegt, we willen wel ratificeren en het parlement zegt, maar wij willen het niet. Je kunt rustig zeggen dat Nederland verhoudingsgewijs het heel goed doet in de ILO. Niet alleen wat ratificaties aangaat, ook wat het rapportage over geratificeerde verdragen betreft, door de bank genomen. Wat niet wil zeggen dat het boven iedere kritiek stond. En in een aantal gevallen zijn er zelfs dingen gebeurd waarvan je kunt zeggen, nou dat is toch wel duidelijk onder de maat. Wat er met een aantal arbo-verdragen gebeurd is die in de jaren 80 gemaakt zijn. Nederland weigert die verdragen te ratificeren. Wij vragen, waarom ratificeer je niet? Zij zeggen, dat kan niet. Wij zeggen, hoezo kan niet? Zij zeggen, omdat we lid van de Europese gemeenschap zijn. Wij zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Zij zeggen, nou, er is een probleem met de Europese Commissie. De Europese Commissie zegt, dit is ons pakje Jan. Het is Europese regelgeving. Wij zeiden, ja, maar dat kan niet, want de Europese gemeenschap is geen lid van de ILO. Kan dat ook niet zijn? Want van de ILO kunnen alleen maar nationale staten lid zijn. Wij hebben toen dus flink stennis gemaakt over het algemene arbo-verdrag en het asbestverdrag. En die beide dingen heeft Nederland dus geratificeerd en alle andere arbo-verdragen dus niet. Waar het opzeggen van verdragen aankomt, heeft Nederland ook zo hier en daar een aantal rare schuivers gemaakt. Een van de in het oog lopende was de manier waarop ze het verdrag 137 over havenarbeid opgezegd hebben. Dat was al langer een wens van de werkgevers, met name de werkgevers in de Rotterdamse haven. En de regering liet daar zijn oren een beetje naar hangen. Nou, dit is dus 100 jaar ILO, een boekje dat gemaakt is naar aanleiding van een bijeenkomst die begin van het jaar in Leiden gehouden is, om dat te vieren. Waarin uiteraard wordt teruggekeken op een mooi verleden en ook een aantal mooie voornemens staan voor de toekomst. Minister Koolmees wil dat dan kennelijk vooral doen door een lift te geven aan de arbo-verdragen. Nou, het zou heel mooi zijn wanneer hij dat om te beginnen al doet door het aantal Nederlandse ratificatie van arbo-verdragen wat op te krikken. Wat ik heel jammer vind, maar wel begrijpelijk bij een feestelijke uitgave waarin je vooral moet jubelen, is dat er op het ogenblik natuurlijk een buitengewoon ernstige crisis in de ILO bestaat. En dat is met name in het systeem van toezicht houden op geratificeerde verdragen. In dit boekje wordt het niet alleen niet genoemd, maar er wordt, ik denk wijselijk, ook geen enkele poging gedaan om een gooi te doen naar mogelijke oplossingen. Dat zou dus bij het begin van de 200 jaar toch wel mooi geweest zijn als we zo'n hoopgevend signaal gezien hadden.